Welkom terug, trouwe kijkers en nieuwelingen die mijn YouTube-kanaal of deze vlog gevonden hebben met betrekking tot een Toyota Celica uit 1998, dus ongeveer 26 jaar oud, van de eerste eigenaar nog steeds. Dus de eigenaar heeft hem al 26 jaar in bezit, met 303.000 gelopen. Het is in zoverre een speciaal project. De Toyota Celica is, de lak is compleet verkrijt. Er zit bijna geen glans meer in. En hier en daar, voor zijn leeftijd toch wel gaat tellen. Dus omdat daar al wat blanke lak loslaat op de spoiler. Onderin de deur zit nog een beetje roest. Maar goed, de eigenaar wil graag nog voor de laatste paar jaar dat de wagen nog in bezit is en nog rijdt. Nog eenmalig een keer een poetsbeurt geven. En aan mij de eer om de geoxideerde lak die erop zit, een laagje vanaf te slijpen met polijsten en dan de glans weer terug te krijgen en deze te beschermen met een wax. En ik heb het vermoeden in zorg gezien de staat van de lak, dat die altijd binnen staat of in ieder geval op overdekt. Want qua vuil op de lak valt het op zich nog wel mee. Al was ik met hier en daar met het wassen, kwam ik nog wel wat grote gedeeltes van het aanbezorninggebied tegen. Maar goed, dat is inmiddels allemaal verwijderd. Ik heb de wagen inmiddels al gewassen. En ik ga mij vandaag en morgen, de uurtjes vandaag nog en morgen, bezighouden met de verkrijte lak. Hier is nou jammer een raamsnor die na 26 jaar inmiddels loslaat. En eigenlijk een heel mooi chrome lijstje onder vandaan komt. Dus ik zou persoonlijk zou ik dan het rest van het rare zwarte eraf vooraf trekken. Maar ik weet niet in hoeverre dat geïntegreerd zit met de carrosserie. Op zich geen hals, geen spectaculair project instaande van keramische coating, et cetera. Nee, het is puur de lak een boost geven en even met een wax afwerken. Dan moet hij gewoon weer een poosje mee. Technisch is de auto in orde. Het is jammer dat alleen de bestuurderskant een heel klein randje roest heeft. Maar ja, goed, na 26 jaar kan dat. Deze zal ik ook nog even plat leggen. Want met het droogmaken, het droogblazen van. Het is jammer dat ook hier de blank lak loslaat op de spoiler. De blazen zitten eronder. Goed, daar kan ik voor de rest niks aan veranderen. En daar ga ik ook niks aan veranderen. Het is puur alleen even een boost. Maar goed, je ziet het niet meer. Je ziet het niet zoveel meer. Zo'n compleet verkrijt rode auto. Nu had ik al voor mezelf al wat foto's gemaakt. En op foto, rood is wat dat betreft een bizarre kleur om vast te leggen op foto of video. Want hij is in het echt, als je de lak nat maakt, is die diep rood. Op mijn foto's of op film ziet hij eruit als tomaatrood. Waardoor dus de verkrijting zoals die nu is, eigenlijk min of meer slechter te zien is ten opzichte van zoals je het op echt ziet en niet op foto. Dus wat dat betreft, wel een leuke uitdaging om het ongeveer zoveel mogelijk op te knappen. Voor zover het materiaal het uiteraard nog toelaat. Dat moet ik er gewoon heel eerlijk bij zeggen. En dan zou je zeggen van, goh, waarom pak je dit soort projecten nog aan? Want dat lijkt me een oneindeloos iets. Ja, dat is ook gewoon wel de kick om een auto weer zo strak mogelijk neer te zetten met de middelen die beschikbaar zijn en de lak die mee moet werken. Want er zit natuurlijk nog wel wat nodige akkiertjes en dingen bij waar ik met een heel klein polijsmachientje moet bij kunnen om de randjes glanzend te maken. Zoals bijvoorbeeld dit soort stukjes. Ja, dan kom ik bij een grote kom ik niet bij, maar ik ben een kleintje. Dus het is heel arbeidsintensief. Ik moet ook de lak een aantal keren polijsten. Wil ik echt weer de zuivere lak boven water krijgen en de verkreten versie er vanaf te krijgen.
Dus er zitten nog wel het nodige aan uurtjes in. Maar goed, de klant wil het graag, dus dan gaan we dat gewoon doen. En ik heb weer een leuk projectje om aan jullie te laten zien. Ik zal de camera even oppakken en zover het beeld het toelaat en het licht het toelaat, om te kijken hoe de verkrijting eruit ziet. Misschien ook even een stukje nat maken. Dat is wel een goed idee om te zien wat die eigenlijk zou moeten zijn, ondanks dat jullie hem als zijnde tomaatrood zien. Goed, ik pak even de camera op en dan even de lak laten zien. Goed, nou goed, ik hoop dat je dit is wel waar te nemen. Kijk, op het moment dat ik hem lak nat maak, dan komt de rode kleur terug. En dat is echt typisch, dat verkrijten van de lak. Nou is, denk ik ook, de andere kant is wat meer verkrijt als deze kant. Dus ik denk dat dit een schaduwkant is aan de... Zie je, dit is wel wat glanzender. Dit is waarschijnlijk, dit plaatje is een keer gespoten ten opzichte van een verweerde kant en een verweerd dak. Nou ja, goed, je ziet het al in de verlichting die boven de auto hangt. Is, kijk, hier heb je jammer genoeg dat de blanke lak er vanaf is met hier blazen. Maar goed, dat mag op zich de pret niet drukken. Ik moet zo meteen, zie ik even in de privacy van mijn klanten, even het kentekenplaatje even camoufleren in de video. Kijk, zie je, er zit geen glans in. Hij is gewoon bijna wit. En dat geldt hier voor de zijkant ook. Je ziet mij nauwelijks een reflectie nog. Tot het natte gedeelte. De kwetsbare randen even afgeplakt met tape. En nu kan ik beginnen met polijsten. Ik ga even eerst een klein stukje doen. Kijk wat het met bepaalde machines en pads en dat soort zaken doet. Rood. Spure lak. Ik weet niet of je het van de camerakant af kan kijken. Ik zie dat er nu al een glanzende plek komt. Ik zet even de camera een stukje dichterbij. Kijk op de punt. Daar komt hij. Thank you.
In het dak zit een geïntegreerd dakgootje waar je met deze en met, zeker met die hele grote niet bij kan. Dus daar gebruik ik mijn, zoals ik altijd noem, mijn plakcontrole voor. En daar kan ik perfect bij. Ik moet zeggen dat ondanks dat hij 26 jaar oud is, vind ik het een best wel een mooie tijdloze auto qua design. Het past nog steeds eens goed in het hedendaagse straatbeeld. Ja, zo, de liggende delen zijn gedaan. Motorkap, dak, kofferklep, spoiler, bovenkant van de klep. En nu gaan we door naar de zijkant. En dan vordert het gestaag. Inmiddels bij de volgende dag aanbeland. Ik moet nog een aantal panelen, een stuk bumper, een voorspatscherm en een deur die ik nog moet doen. En daarna moet ik de hele auto nog een keer doen. En dan is het voor mij aan de rest schoon te maken. En dan uiteindelijk de lak gaan verzorgen met een wax. En dan de laatste restantjes, ramen, binnenkant, buitenkant even, bandjes. En voor de service stofzuig ik de auto ook nog even uit. Waar niet om gevraagd is, maar dat vind ik erbij horen. Ik stofzuig de auto nog even uit. En dan kan die terug naar de eigenaar. Maar zover is het nog niet. We gaan eens even de laatste delen afmaken. Zo, het polijstwerk zit erop. Nu nog de laatste dingetjes afmaken, opruimen, wat schoonmaken, stofzuigen. En dan kom ik zometeen nog even bij je terug. Een slijtageslag van pads die niet meer te gebruiken zijn en doeken die ook weggegooid kunnen worden. Want dit wil je niet in je wasmachine hebben. De Toyota Celica is klaar. Unilak rood uit 1998, 300.000 kilometer gelopen en nog steeds van de eerste eigenaar. Compleet verkrijt. En ik ben anderhalve dag bezig geweest om de lak weer terug te halen zoals die behoort te zijn. Nu zal ik ook even deze verlichting even uitzetten, zodat je een ander beeld krijgt van rode kleur. Want wat ik al aangeef en ook in vorige vlogs al verteld had, rood is een bizarre kleur qua het vastleggen op foto of film of wat dan ook. Goed, je krijgt van mij nog het bekende rondje van de zaak. En dan bedank ik je wederom voor je belangstelling. En wellicht zie ik je bij de volgende video.
Ciao.